De Afsluitdijk beschermt Nederland al bijna 90 jaar tegen overstromingen. Maar is ook belangrijk voor natuur, economie en verkeer. Het iconische bouwwerk tussen Noord-Holland en Friesland kent vele verhalen. Van pioniers, harde werkers, bewoners en schippers. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Dit is het verhaal van de mensen achter de blauwe energiecentrale op de Afsluitdijk. Hier wordt elektriciteit gewonnen uit het mengen van zoet en zout water. Dat dat mogelijk is, werd al in 1954 ontdekt. Toen konden ze er alleen niets mee. Maar in 2003 startte Kees Buisman vanuit Kennisinstituut Wetsus een onderzoek naar deze nieuwe vorm van energie. Dit is hem. Dit is de schaal zover als we in 2003 waren. Ik heb hier dus het zoute water. Ik heb hier het zoete water. Hier heb ik de zeefjes. Ik laat het water dus door de zeefjes lopen. De geladen deeltjes, hè, die ionen, het zout, wordt naar de zijkanten gedrukt en wordt met deze elektrodes opgevangen. Als ik dus deze kraantjes open doe, dan gaat er dus stroom ontstaan. Kijk, het ledje brandt al. En je ziet dus, op dit moment maken we dus stroom uit water. In het laboratorium werkt het dus. Maar in het echt heb je een plek nodig met veel zoet en zout water. Bijvoorbeeld op de Afsluitdijk. Daar nemen we het zoete IJsselmeerwater in. En dat gaat via de buis naar onze installatie. Rick Siebers is directeur van RedStack. Het bedrijf opende in 2014 de blauwe energiecentrale op de Afsluitdijk. In de proefinstallatie wordt de techniek verder doorontwikkeld. En dit is de Waddenzeekant. En hier halen we het zoute water binnen en dat brengen we daar aan land. Het hart van de centrale wordt gevormd door de zogenaamde stacks. Wat we hier in het klein doen, doen we hier in het groot. Dit is het hart van het systeem, een stack. Hier brengen we het zoute water en het zoete water bij de membranen. We laten het transport van de geladen deeltjes plaatsvinden en we wekken hier de energie op. En de blauwe energie die we opwekken gaat via deze kastjes naar het elektriciteitsnet. En waarom is het blauwe energie? Wat is er blauw aan? Blauwe energie is energie uit zoet en zout water. Het is natuurlijk een hele groene energie. Het is blauw-groene energie. De blauwe energiecentrale voorziet inmiddels 160 huishoudens van duurzame energie. Maar in de toekomst kunnen dat er wel eens veel meer worden. Wat we als RedStack willen bereiken en wat mijn persoonlijke droom is voor de toekomst, dat we dit systeem overal op de wereld waar rivieren in zee uitstromen kunnen neerzetten en dat mensen daar eenvoudig gebruik van kunnen maken. Ook de nieuwe Afsluitdijk ondersteunt de blauwe energiecentrale. Programmamanager Challing Dijkstra is er vanaf het begin bij betrokken geweest. Het unieke van Blue Energy is dat je niet afhankelijk bent van de zon of van de wind of van de stroming. Je kan het aanzetten en hij doet het. Dus je kan heel goed een heel stabiel energielevel gaan leveren. En op een hele duurzame en schone manier. Het enige wat eruit komt is brak water. Inmiddels is de technologie in een volgende fase beland. Binnenkort wordt er begonnen met de bouw van een nieuwe en grotere centrale op de Afsluitdijk. Dan kunnen we aan alle energiemaatschappijen laten zien dat het hier kan, dat het goed kan en dat het ook goedkoop kan. En dan kunnen we wereldwijd dit gaan toepassen. In het lab werken we op milliwatts en hier werken ze op kilowatts. En de volgende fase is dus megawatts. En als we die megawattfase bereikt hebben, dan denk ik dat de hele wereld hierin gaat geloven en dit gaat omarmen. Het allerbelangrijkste is dat de kostprijs van de energie die uit deze techniek komt, vergelijkbaar is met de kostprijs van andere vormen van energieopwekking. En als je dat ten opzichte van elkaar geleveld hebt, ja, dan is de wereld je toekomst. Wij denken dat het gaat lukken. Wij zijn ervan overtuigd. We zijn al zo ver gekomen, ook in het goedkoper maken van het systeem, in het beter werkend maken van het systeem, dat wij denken dat dat gaat lukken. En overal stromen rivieren in de zee. Dus overal kan je Blue Energy gaan maken. En iedereen heeft straks tekort aan energie. Dus dit wordt een enorm belangrijk exportproduct van Nederland.